die volleyballer heeft wel veel plannen, hoor. Die wil allerlei leuke dingen gaan doen enzovoort. Ja, maar... ja, maar daar zit eigenlijk niemand op te wachten, denk ik. Hè? Nee, je denkt... nee, want nee? Bij iedere club zitten mensen die alle moderne ontwikkelingen op de voet volgen en waarschijnlijk die volleyballer gaan vertellen. Weet hoe je waar het wij op zitten te wachten? Nou? Op een man in Emmen of een man in Hardingsveld, Giessendam. Het maakt mij geen reet uit. Die vanavond zijn vrouw een beurt geeft en de commissie uit. Daar zitten wij op te wachten. Zou dat lekker zijn, zeg? Hé, hey, joh! Ja. Daar zitten wij op te wachten. Ja. Duurt dat wel weer 20 jaar voordat het zover is, natuurlijk. Ja, daarom. Dat gaat nog lang duren, ja. Ja. Domme nog eens aan toe, zeg.